Hallo iedereen, welkom op onze podcast Geen Zever. Vandaag mogen we opnieuw een heel speciale gast over de vloer verwelkomen. De minister van Financiën en Begroting, Nederlandstalig Onderwijs en Promotie van Meertaligheid en Ambtenaarzaken, Sven Gas. Welkom bedankt, bij ons. Bedankt, goedenavond. Thanks. Ik heb een paar vragen voor u voorbereid, natuurlijk zoals gewoonlijk. Mijn eerste vraag zou zijn, hoe is uw politieke carrière eigenlijk begonnen? Wat was uw inspiratie? Dat is moeilijk te zeggen, omdat er is niet een moment, denk ik, in een leven dat je zegt, nu is mijn politieke carrière begonnen. Maar laten we zeggen, je kent waarschijnlijk de Basiliek van Koekelberg. Hè? Ja. Daar was en daar is nog altijd een scoutsgroep. Dus daar ben ik bij geweest en ik heb daar een beetje leren dingen ondernemen en op poten zetten, met mensen samenwerken. En ik had wel het gevoel dat dat werkte en dat dat geapprecieerd werd als leider en dan als groepsleider. Maar dat heeft nog niks met politiek te maken, gelukkig maar. Hè. Ja. Maar daar is een beetje zo mijn engagement begonnen, dat ik voelde van, ja, ik denk wel dat ik mensen kan bijeenbrengen of rond bepaalde projecten samenwerken. En dan ben ik, wanneer ik in Leuven gaan studeren ben, want voor een Brusselaar was Brussel dan iets te dichtbij, zo ik wou even weg zijn, heb ik me geëngageerd in een politieke studentenvereniging. Om eens te zien, ja, wat geeft dat? Wat doe je dan? Een krantje uitgeven? Vandaag zouden we waarschijnlijk een podcast maken, want toen is er een krantje. En debatten organiseren. En ja, dat beviel mij wel. En zo ben ik op in het vizier gekomen van Vic Anciot, die in die tijd staatssecretaris was en al een bekende politicus. En die mij vroeg of ik niet op zijn kabinet wilde komen werken. En zo gaat altijd zo stap voor stap. En op een gegeven moment vragen ze dan, ja, wil je geen interessante plaats op een lijst met de verkiezingen in 1995? En ja, van het een komt het ander. Dus je rolt daar zo wat in eigenlijk. Dat is toch wel een beetje zoals ik denk dat het meestal gaat. Nice. En wat was dan je drijfveer eigenlijk op zich? Om echt zo te zeggen, oké, ik ga dat engagement aangaan. Ja. Wel, eigenlijk een heel algemeen antwoord op die vraag. Ik denk dat de meeste mensen, en ik blijf daarvan overtuigd, die in de politiek gaan, de wereld willen veranderen. En dat ze allemaal denken vanuit hun perspectief dat ze de wereld beter kunnen maken. Ja. Dat geldt zowel voor iemand van PvdA als Vlaams Belang, dat is raar om te zeggen, als bij mij dan, hè, VLD. Ja. Maar natuurlijk, de manieren waarop je de wereld denkt te verbeteren zijn anders. Hè. In die tijd was het wel zo, maar we spreken nu echt van, ja, bijna 30, 35 jaar geleden, dus dat confronteert me wel een beetje met mijn leeftijd, was het zo ook wel om de positie van de Nederlandstaligen in Brussel te verstevigen. Er was toen nog meer een taalstrijd, zo Vlaams, Frans. Nu is dat veel meer relaxed, hè. We kunnen het daar straks over hebben met meertaligheid. Dus dat speelde wel. Anderzijds, ja, we kwamen toen ook uit een tijd dat Brussel een beetje mismeesterd was in de jaren 70 en 80. Er is een grote stadsvlucht geweest van mensen die door het feit dat ze een auto konden zich veroorloven, wat toen een goede zaak was, dat was democratisering van de auto, dat ze eigenlijk niet meer in de stad moesten wonen, maar dat ze zo meer in de rand, in de suburbs, konden gaan wonen. En elke dag pendelen. Die gewoontes zijn wel nog altijd een beetje gebleven. En toen is er eigenlijk heel veel van Brussel veranderd en ook wel een beetje kapot gemaakt. Omdat men toen eigenlijk geen oog meer had voor de stad zoals ze was. Maar ik denk dat die mensen dat toen ook goed bedoelden. Concreet, men dacht echt dat de auto's bijna tot op de grote markt konden rijden. Nu, er stonden ook auto's op de grote markt toen, hè? Full. Hè? En mijn generatie wou toch al zoiets zeggen van, ja, kijk, allee, kunnen we toch niet een aantal wilde plannen om overal grote torens te zetten, een beetje rustiger bekijken. En dus ja, dat speelde ook wel mee. Zo. De stad wat anders gaan invullen. Dus ja, dat was toen. Nu zijn er misschien andere elementen. Dat evolueert wel, hè, als je een politieke carrière of een loopbaan hebt van een aantal decennia. En toen was dat een beetje de basis. Dat begint eigenlijk altijd vrij simpel. Ja. Het is niet zeer ingewikkeld. Okay. Daarna wordt het ingewikkeld, soms. Ja. Dus inderdaad, helemaal in het begin waren er dan bepaalde personen waar je zelf van merkte van oké, dat zijn de mensen waar ik naar opkijk. Zijn dat toevallig ook politiekers geweest of was dat een beetje... Wel, mijn vader heeft mij altijd een goede dosis meegegeven van zo inzicht in de geschiedenis en ook een beetje de menselijke psychologie, maar ook de praktische kant die je op school en bij de jeugdbeweging in het voetbal leerde. Het was niet... Dus ik had wel een goede basis van hoe proberen op een respectvolle manier met mensen om te gaan.
En mijn moeder, die was wel goed, die had een goede bullshit-detector ook. Dus mijn vader was wel meer diplomaat en mijn moeder die zei af en toe van, ja, je moet niet altijd beleefd zijn. Meestal wel, maar niet altijd. En dus ik had wel in die zin een vrij goede opvoeding. Maar politiek dan, ja, iemand gelijk Picancio was wel een allee, nog altijd, hij is 90 geworden op 24 december van vorig jaar. Binnenkort gaat hij zijn feest geven, maar een beetje verlaat door COVID en zo. Ja, dat was wel een meneer waar je naar opkeek. Zo. Dat was iemand die een groot sociaal hart had voor Brussel. En ja, ik vond dat plezant om daarmee samen te werken. Dat was mijn eerste baas, hè. En dus... Ja. Je denkt dan ook, ja, je komt daar binnen, ja, wat gaat hij mij vragen? Nota schrijven, dingen organiseren en zo. Enfin, dat verliep goed. Er waren zeker nog ook andere mensen, soms ook in andere partijen. Hè. Je probeert altijd te zien in de politiek, hoe kunnen mensen iets realiseren? Sommigen doen dat door bulldozer te zijn, maar dat duurt meestal niet lang. Mm. Anderen hebben meer een manier om coalities te smeden, maar op een goede manier. Want coalities kan ook klinken van, ja, je moet met andere mensen samenwerken. Ja. Maar je moet toch zien dat je met collega's, concurrenten, tegenstanders in de politiek ook deals kunt maken die voor iedereen goed genoeg zijn. Ja. En dat is een kunst. Ik weet wel dat daar een beetje schamper wordt over gedaan nu, van ja, bon, allemaal alles in één pot. Maar tegelijkertijd, het is ook de art of politics. En dus, ja, ben blij dat ik een goede leermeester gehad heb die mij veel geleerd heeft. Hè. Ja. Ja, ik denk ook sowieso dat samenwerken altijd wel iedereen tevreden maakt. Hè. Of toch ook altijd een compromis hebben. Dat is de basis van de democratie. Dat is de bedoeling. Hè. En soms is dat wat weinig spectaculair, een beetje saai soms. Maar ja, het is ook de enige manier om stabiel vooruit te gaan. Met zoveel mogelijk mensen. Daarom niet met allen, dat is weer een ander debat. En dus ja, dat is heel de discussie over democratie. Wanneer dat ze op haar best is, bon, nu staan we wel zwaar onder druk, dat besef ik. Maar finaal is het toch back to basics. Hè? Met andere mensen samenwerken en zorgen dat je samen dingen gedaan krijgt. Ja. Dat is het. Ja, zeker, zeker, zeker. En om even terug te komen op de meertaligheid... De promotie van meertaligheid eigenlijk. Wat vindt u zelf eigenlijk? Hoe is de evolutie van meertaligheid in Brussel op zich? Ik vind dat heel verfrissend om dat te zien. Hè. Dat is een van de voordelen wel om wat ouder te worden. Hè. Ik ben hier geboren. Ik loop ondertussen toch al meer dan een halve eeuw rond. En dus langs de ene kant vind ik dat spijtig. Langs de andere kant zie je evoluties. En dus in mijn jeugd was het meer zo, ja, Nederlandstaligen moesten voor zichzelf opkomen, want soms was het zo. Ik weet wel dat dat raar klinkt, maar... In de jaren 70 waren er mensen die naar de GB gingen, hun kar volreden en dan waren ze aan de kassa en de caissière sprak geen Nederlands. En dan was het zo van, oké, dan betaal ik niet, dan koop ik niks. Ik zou dat nu niet meer doen, ik heb het ook nooit gedaan. Maar dat was zo rare, kleine conflictjes, overal, all over town. Geen revolutie, maar een spanning. En dat is nu de laatste 10, 20 jaar echt wel verdwenen, omdat Brussel veel internationaler geworden is door de internationale migratie. En anderzijds Brussel nog Europeeser geworden is met al de lidstaten die hier zijn. Waardoor dat in feite de meerderheid van de Brusselaars nu van ergens anders van Europa, van de wereld komt. En Engels ook een soort taal tussen Frans en Nederlands geworden is, naast heel veel andere talen. En dat maakt dat mensen gewoon door de ervaring beginnen beseffen zijn dat... het spreken van andere talen soms interessanter geworden is dan alleen maar eisen van de ander dat die uw taal spreekt. Ja. Wat in sommige gevallen nog altijd interessant kan zijn. Ik begrijp dat ook. En dus die houding van veel mensen is gewoon veranderd en praktischer geworden. En er is daardoor, vind ik, meer mogelijk. Ik vind dat wel een vooruitgang ten opzichte van vroeger. Misschien is niet alles beter, ook niet alles slechter, maar dat vind ik interessanter. Ja. Ja, ik denk ook sowieso dat... het feit dat iedereen een beetje heeft ingezien dat de communicatie eigenlijk het belangrijkste is, dat het daardoor een evolutie is geboekt. Hè. En dat het eigenlijk niet uitmaakt in welke talen, zolang dat je maar, als je maar met een paar brakke woordjes bij wijze van spreken. Ja. Dat is al genoeg om een soort contact met mensen te krijgen. Ja. Inderdaad. En het heeft ook te maken met het feit dat, niet dat dat een grote politieke theorie is, maar dat mensen in Brussel zijn gaan beseffen dat er eigenlijk niet echt een meerderheid meer is. Ja, er is natuurlijk wel altijd een meerderheid van mensen, maar zelfs Franstalige Brusselaars zijn vandaag geen meerderheid meer. Zelfs al wordt het Frans nog altijd het meest gesproken. Dat is de. Maar dus iedereen beseft, als je in deze stad iets wil doen, dan moet je een open houding hebben. En bij een open houding hoort ook, inderdaad, zorgen dat je met andere talen...
contacten kunt leggen. En dat is wel plezant, want ik zie dat vooral dan bij jongere mensen, hè? Bij jullie generatie of bij mijn kinderen ook. Ouderen hebben daar soms wel wat problemen mee. Zijn hun kompas wat kwijt. Zo van, ja. Wat gebeurt er hier? Hè? Vroeger was het simpel, het was dat of dat. Maar ik vind dat wel boeiend, omdat we dat ook... We zien dat in Brussel, maar eigenlijk zie je dat ook wel in andere steden. Oké, Brussel is wel meertaliger dan andere steden, of dan veel andere steden, niet altijd. Maar je merkt dat dat een groot verschil is tussen de steden internationaal, die daardoor een soort mentale connectie met elkaar hebben. En in de andere gebieden rond de steden is dat wel nog altijd wat moeilijker aanvaard. Maar de waves zijn wel langzaam toch aan het gaan daar ook, denk ik. Ja, dat is waar. Ik denk dat die conflicten die je juist aanhaalde, dat die eerder nu in Vlaanderen ontstaan of toch meer daar. In de Vlaamse rand bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dat is het echt zo moeilijk hebben met bijvoorbeeld Franstaligen. En terwijl hier eigenlijk mensen, denk ik, sneller hun kinderen in Nederlandstalig onderwijs zouden steken. Ja, of eventueel omgekeerd. Ja, dat is waar. Ja. Dat is ook een grote verandering. Als ik in een Nederlandstalige school zat in de jaren 70, er waren echt kleine clashes. Het Nederlandstalig onderwijs was zo op sterven na dood. En we hadden zo even het gevoel van, ja, de laatste gaat het licht uit doen. Maar toen heeft men een goede campagne gevoerd om te zeggen, kijk... Dat is waarschijnlijk sapas ou sakas, van we gaan Nederlandstalig onderwijs positioneren als de kortste weg naar meertaligheid. Ja. En dat heeft wel gewerkt. Let op, men heeft dat 5 à 10 jaar volgehouden en dan kwam er een beetje een beweging. En na 10, 15 jaar kwam dat echt een grote beweging. En nu zien we dat we gelukkig, als Nederlandstalig onderwijs toch ook een weerspiegeling van de stad zijn. Maar hadden we dat niet gedaan... Dan hadden we nu niet 20-25% ook van de kinderen in onze scholen, terwijl we goed weten dat amper 5% spreekt Nederlands als thuistaal. En dus dat is wel positief dat gelukt is. Dat heeft nu wel nadelen voor mij. Ik moet voldoende scholen bijbouwen en dergelijke meer. En daar is kritiek op dat er niet altijd genoeg plaats is. Maar het is toch wel goed, omdat dat ook op een normale manier gebeurt. En dat had ik bijvoorbeeld niet direct verwacht, 30 jaar geleden, dat er zoveel kinderen in het Nederlandstalig onderwijs gaan zitten. Ja. Een tijdje hebben we gedacht, ja, maar dat is misschien gaan ze ook Nederlandstalig Vlaming worden of zo. Maar nee, daar gaat het niet om. Het is gewoon, je wilt de beste toekomst voor je kind. Je zegt een taal meer is een brood meer op tafel. En ondertussen heb je wel ook een connectie met het Nederlands. Dus het is een nuance, maar geen onbelangrijk. Ja, ik weet zelf, toen ik op school zat, was dat... Eigenlijk praktisch verplicht om Nederlands te praten. En dan, nu dat ik zelf zo met scholen samenwerk, en dan zie ik eigenlijk dat ze nu zo de communicatie naar voren brengen. En dat ze eigenlijk daar eigenlijk zich op focussen van oké, kinderen mogen op de speelplaats een andere taal spreken. Dat is nieuw. Maar in de klas moeten ze wel Nederlands spreken. En vroeger, je moet dat vanuit die tijd begrijpen. Men dacht van, ja, maar we moeten hier vragen echt dat ze Nederlands leren, want anders gaat dat niet gaan. En anders dan nemen ze dat hierover. Ja, dat was zo'n soort, soort angst. Dat werd niet altijd uitgesproken, soms wel. En nu heeft men begrepen, ja, meneer, je kunt toch kinderen gemakkelijker Nederlands of andere talen laten leren als ze ook vanuit hun thuistaal kunnen vertrekken of daar toch een bepaald respect voor voelen. En dat is wel veranderd. Dat is iets van de laatste 5 jaar. Maar die pedagogische inzichten bestaan al langer. Hè? Maar het feit dat scholen dat nu durven en dat beleid dat ook steunt, hè, dat is iets recents. En dat is ook wel goed, omdat het gaat over talen leren. Oké, zoveel mogelijk natuurlijk. Maar het gaat ook over je emotioneel goed vinden, goed voelen in deze stad. En dan is je thuissituatie, je thuistaal en alles toch ook wel belangrijk emotioneel. Ja. Ja, dat klopt. Sowieso wel dat wij op wereldvlak eigenlijk echt wel een luxe positie hebben qua talen. Als je hier opgroeit, dan is de kans groot dat je eigenlijk tweetalig meestal opgevoed wordt. Zijn het van school uit of dat je toch van thuis uit ook inderdaad die tweede taal krijgt. Maar als je dan kijkt, op wereldvlak, Luxemburg, Zwitserland, dat zijn ook landen waar dat er dan 3, 4, misschien 5 officiële talen bij zijn. We beseffen dat niet genoeg. Ja. En dat is echt belangrijk, omdat... als je naar Franse of Engels kijkt, met alle respect, toffe mensen daar niet van, maar die vinden het altijd normaal dat iedereen hun taal spreekt. Engels of Frans. En wij passen ons gewoon veel gemakkelijker aan. En dat is een rijkdom. En sommige mensen vinden dat wat ingewikkeld, maar nee, dat is echt gemakkelijker. Als je diverse teams hebt in bedrijven met verschillende culturen en talen, die gaan beter werken. Er zijn ook veel Belgische managers die in internationale bedrijven goed werken, omdat ze door die empathie en door die meertaligheid, die samengaat, want soms is dat bijna hetzelfde, beter kunnen met diverse teams werken. Dus laat ons dat maar omarmen.
Dat gaat ons verder brengen dan de monosystemen. We mogen daarin ook wel een beetje ambitieus en fier zijn, want in België is het altijd de gewoonte van, ja, we zijn Belgisch, we gaan een beetje opletten. Maar die meertaligheid is echt een grondstof. Dat is een troef, inderdaad. Zeker Nederlands-Frans, als je kijkt, Nederlands als basis voor Duits of Engels of Germaanse talen dan, en het Frans voor de Latijnse talen. Voilà. Dat is pure luxe uiteindelijk. Ja. En zelfs in de context kansarme jongeren hebben eigenlijk ook de mogelijkheid om in een land als België toch zeker een tweede of derde taal te leren. Mm-hmm. En daarin denk ik dat wij stevig voorstaan op de rest van de wereld op veel vlakken. Ja, en dan moeten we nu wat proberen uit te bouwen. Zeker. Zoals u zelf zegt, de toekomst is meertalig. Dat is uw laatste gepubliceerde boek. Mm-hmm. Wat was uw inspiratie daarom eigenlijk om dat boek te schrijven? Wel, juist die analyse die ik een tijdje, die ik even geleden weergaf. Ik vond dat de maatschappij veranderde. Dat vroeger was, ik zeg dat vaak, taal is een splijtstof. Ja, maar je moet Nederlands of Frans zijn. En nu is dat een grondstof. En ik vind dat zeker bij jongere generaties, tieners, twintigers, maar ook dertigers, een deel van de Brusselse identiteit zijn. Dat is een beetje raar, maar wij kunnen eigenlijk vandaag zeggen dat als je een echte Brusselaar bent, whatever that may be, hè, maar dat je toch minstens 2-3 talen spreekt, kent, gebruikt. En dat brengt ons samen, zelfs al zijn dat niet noodzakelijk dezelfde talen. Het is meer zo het feit dat je dat doet. En dan natuurlijk de economische rol van die talen, wat het daar juist ook eventjes over, blijft ook belangrijk. Hè. Dus je hebt het sociale, het culturele, de identiteit en dan het economische. Je kunt gemakkelijker werk vinden als je meer talen spreekt. Dat is onomstotelijk bewezen. Dus laat ons daar maar iets mee doen. Dat is ook doorgedrongen bij veel van mijn collega's. En ik denk dat we eigenlijk maar aan het begin daarvan staan. We moeten alleen nu de juiste onderbouw geven. En ik heb dat dus in het boek via onderwijs, via economie, via cultuur, ook een stuk politiek. Hè. Wat gaan we met de taalwetten doen in dit land? Proberen te benoemen. En ik wil vooral een brede discussie op gang brengen waar we nog eventjes mee bezig zullen zijn. En die brede discussie, betrekken jullie dan Vlaanderen en Wallonië daarbij? Of is dat eigenlijk puur voor Brussel alleen? Op dit ogenblik positioneer ik het echt wel als Brussels. Ja. Maar ik besef ook wel, Brussel ligt centraal in Vlaanderen. Wallonië is een steenworp ver. Dus het is ook belangrijk om daar contacten mee te hebben. Al was het maar omdat als ik bijvoorbeeld meer uitwisseling van leerkrachten wil tussen scholen in Brussel, Vlaamse en Franse, heb ik ook de ministers van Onderwijs in Vlaanderen en Wallonië nodig. Hè. Ik ben minister van Meertaligheid, maar geen minister van Onderwijs. En dus het is wel een beetje rijden en omzien. En ook vooral aan hen een knipoog geven van kijk, wat hier nu gebeurt, is binnen 10, 20 jaar bij jullie ook. Dat hebben ze nooit willen begrijpen. Maar bijvoorbeeld, er was 2 weken geleden de nieuwe taaltesten van de Vlaamse regering in het onderwijs. Hè. En dan zag je dat 32% van de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs op de grens van kleuter en eerste leerjaar extra taalomkadering nodig had. Ja, oké, dat weten wij al een tijd in Brussel en we proberen dat zo goed mogelijk te doen. In Antwerpen lag dat toch ook al op 28% en in Gent op 21%. Dus je ziet, die verschillen zijn niet zo groot. Die zijn gradueel een beetje. En dus ik zeg eigenlijk van kijk, zeker in de steden, wij zijn geen messiassen, wij steken niet de vinger op omhoog om te zeggen hoe het moet. Maar we hebben een lange evolutie van 20, 30 jaar achter de rug met die meertaligen. Kom ook gewoon bij ons eens te zien hoe we het doen. Maar wees wel een beetje chill de rond, want in het begin zijn mensen heel defensief. Ja. Omdat ze denken, die scholen waren vroeger alleen maar wit en Nederlandstalig. En plots zijn daar allemaal andere kinderen. En dan zeggen ze, maar wat moeten we daarmee doen? En dan doen ze soms veel te vaak alsof dat andere kinderen zijn. Maar kinderen zijn kinderen, die willen leren, spelen en... dat is niet helemaal hetzelfde voor een diverse klas lesgeven als voor een homogene. Maar het verschil is ook minder groot dan dat we ervan maken. En dus, het is Brussel, om op uw vraag te antwoorden. Ik vind dat we onze troeven of onze speciale elementjes ook wel eens in de vitrine mogen zetten. Maar het is ook wel iets dat verder over grote delen van België zal uitzwermen. En dus, ik zou zeggen, kom naar het laboratorium kijken. Het is gratis. Ja. Oké, dat zullen we een keer doen. Iedereen welkom. Die gegevens vinden. Ja. Ik weet dat bijvoorbeeld dat als je je kind wilt inschrijven in Nederlandstalig onderwijs in Brussel, dat je eigenlijk een van de twee ouders meestal Nederlands moet spreken. Belemmert het dan niet eigenlijk een beetje de kans naar de kinderen toe om toch... Ja.
Nederlands te leren eigenlijk. Dat is dus een heel delicaat evenwicht. Dus die regels worden gemaakt in het Vlaams parlement, hè? Dus niet in Brussel, hè? Omdat het Nederlandstalig onderwijs eigenlijk afhangt van Vlaanderen en Franstalig onderwijs van Fédération Wallonie-Bruxelles. En dus, we hebben diverse voorrangsgroepen, maar we proberen dat wel zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ik verklaar me nader. Bon, eerst hebben broers en zussen voorrang en de kinderen van de leerkrachten. Dan Nederlandstalig. En daar is inderdaad de vraag, is die groep niet te groot? Omdat die groep is theoretisch in percentage veel groter dan dat ze in de realiteit is. Maar je moet niet alleen op dat moment een Nederlandstalige ouder hebben of twee Nederlandstalige ouders. Je kunt ook, als je wilt, een certificaat met een paar talen weliswaar in het Huis van het Nederlands hier in Brussel gaan halen. En dan word je ook tot die groep gerekend. Ah, ja. Wat sommige echte Nederlandstaligen dan ook niet altijd leuk vinden. Want ze zeggen, maar die zit daar ook in mijn groep. Zeg, je moet consequent zijn. We willen dat mensen hun kinderen in ons onderwijs inschrijven. En we willen dat de ouders ze kunnen begeleiden zo goed mogelijk. Het moet niet, maar het kan wel helpen met een zekere kennis van het Nederlands. Dus als die mensen de moeite doen om naar het Huis van het Nederlands te gaan en daar een half jaar, een jaar, ik weet het niet juist, taallessen te volgen en een certificaat hebben, what's the problem? Hè? Dus daar heb je toch al een grotere mix dan je zou denken. En dan heb je de sociaal kwetsbare kinderen, waar we toch ook zeggen, die moeten in onze school aanwezig zijn. Nu, die zijn in onze school aanwezig, want 30% minstens van de kinderen in Brussel is sociaal kwetsbaar, dus die zitten in alle scholen, om zo goed als alle scholen. Ja. En dan hebben we nu ook nog een nieuwe categorie, maar dat is meer voor de stap naar het secundair onderwijs. Vroeger was het zo dat als je 3 jaar Nederlandstalig kleuteronderwijs had en dan 6 jaar lager onderwijs, dat je soms nog niet in de voorrangsgroep zat om naar het eerste jaar secundair te gaan. En dan we zeggen, oké, dat kan niet. Als je al zo lang in het onderwijs zit, dan zit je ook gewoon bij de prioritaire groep. En dus, iedereen klaagt er wel eens over. Hè. Sommige ouders zeggen, ik voel mij benadeeld, want ik ben niet Nederlandstalig en dus het gaat moeilijker. Sommige Nederlandstaligen zeggen, ik heb mijn kind daar niet in die school kunnen inschrijven. En daar zijn mensen met een taalattest die daar wel zitten. Ja, we proberen echt een soort zo goed mogelijk evenwicht, maar de perfectie bestaat niet, te vinden tussen Nederlandstalige kinderen, tussen sociaal zwakkere kinderen, tussen kinderen van ouders die zeggen, ik wil moeite doen voor het Nederlands. En dus in de meeste scholen slagen we daar wel goed in, maar door het feit dat er zoveel kinderen vandaag zijn, meer dan vroeger, en dat we die scholen moeten bijbouwen, wat we vandaag wel niet kunnen garanderen, is dat je naar die school, A, B, C, kunt gaan. Ja. Je kunt naar een school, en vaak zelfs naar een goede school, en meestal naar een school die niet te ver is. Maar de eerste school of de tweede school van je keuze is er niet altijd bij. Voor de meeste wel, hè. Ja, kijk, onze prioriteit is natuurlijk eerst kinderen een plaats op school geven. Ja, samen met de Franstalige collega's trouwens. Dus het is een beetje een evenwichtsoefening. Maar ik vind wel globaal gezien dat we het meestal kunnen verantwoorden dat er zit geen discriminatie in. En dat mag in elk geval niet. Maar wat de ouders ook niet plezant vinden is, je komt... Hè, vroeger konden ze aanschuiven voor een school, maar dan moesten ze soms lang aanschuiven. Dat was ook niet altijd ideaal. Ja. En nu is dat allemaal via een algoritme in een computer. En je hebt precies geen controle meer, want je weet niet wat er in de back-office van die computer zit. Ja, je moet erop rekenen dat de overheid correct is en dat het algoritme je ook correct behandelt. En dat geeft ook wel een gevoel van, ben ik nu eerlijk behandeld of niet? En dus het antwoord is ja, maar wij kunnen het algoritme ook niet bewijzen. Want een keer dat je in een rangorde zit, is het al weg. Hè? Het is, ja. Globaal gezien durf ik toch zeggen dat we die doelstellingen alleen kunnen halen en dat we die gevoeligheden, dat we daar maximaal mee kunnen rekening houden. Ja. Ik heb ook vernomen via het nieuws dat er eigenlijk een tekort aan leerkrachten is in Brussel. Ja. Hoe pakken jullie dat aan eigenlijk om meer leerkrachten aan te werven? Niet simpel, hè, omdat eigenlijk hebben we de voorbije 20 jaar ongeveer 1000 plaatsen per jaar bijgecreëerd. En eigenlijk hebben we tot voor vorig jaar bijna altijd de leerkrachten gevonden. Dus je moet rekenen, de laatste 20 jaar zijn er toch een paar honderd leerkrachten extra bijgekomen in Brussel. Dus tot dan konden we vrij goed volgen. Het was niet perfect, maar dit jaar zien we voor de eerste keer, niet alleen in Brussel trouwens, hè, ook bij de Franstalige scholen in Brussel, ook in Vlaanderen, dat er echt een gat is. Maar dit jaar is ook zo, men had dat voorspeld, hè. Er zijn veel mensen die met pensioen gaan. Er zijn iets minder jongeren, alleen niet in Brussel, maar wel in de rest van het land. En dus die de plaatsen kunnen invullen. Dus er zijn eigenlijk overal een beetje mensen tekort in de horeca, op bepaalde industriële sectoren en nu ook onderwijs.
Bon, wat proberen we te doen? We zetten nu vooral in op wat we zij-instromers noemen. Dus natuurlijk willen we dat mensen die een normale opleiding, leraar gevolgd hebben, dat die kunnen binnenkomen. Maar daarmee alleen gaan we het niet redden. Dat is gewoon niet genoeg. En dus zeggen we van, oké, mensen die 5 of 10 jaar een andere job gedaan hebben, welke job het ook is, probeer ofwel rechtstreeks les te geven. In sommige gevallen kan dat. Ofwel doe een kleine verkorte opleiding en kom dan bij ons. Ja, maar het is wel acuut, want we hebben toch wel een dikke 5% leerkrachten nu tekort. Dat begint op te lopen. Ik kan u alleen maar zeggen, 3 weken geleden hebben we deze keer een beurs georganiseerd voor de zij-instromers. En er waren toch 170 mensen, wat vrij veel is, vond ik, die erop afgekomen zijn. Nu moeten we even afwachten, oké, hoeveel van die mensen stromen dan echt door? We gaan blijven daarop inzetten. We hebben ook het geluk dat de Vlaamse overheid het meenemen van de anciëniteit heeft verhoogd. Ja, want het lerarenloon is voor een beginner niet slecht. Ja. En de eerste 10 jaar is dat wel oké. En zelfs vrij goed. We kunnen daarover discussiëren. Hè? Maar dat is zeker niet slecht. Daarna blijft dat wel wat hangen. Hè? Ja. En als je dan na 10 jaar binnenkomt met een 10 jaar anciëniteit uit een andere sector en je zegt, ja, maar nu moet ik aan het lerarenloon beginnen, dan gaan mensen daarvoor soms terugdeinzen. Mm. En dus gelukkig heeft de Vlaamse overheid gezegd, oké, we gaan nu zorgen dat je toch, als ik me niet vergis, 10 jaar anciëniteit kunt meenemen. Vroeger was het alleen maar voor knelpuntvakken zoals Nederlands, Frans of wiskunde. Nu is dat toch bijna voor alle vakken. We doen wat dat we kunnen. We doen meer en meer. Maar ik hoop alleen dat de mensen volgen om het te doen. Want het blijft wel een hele mooie job. Hè? En zwaarder dan de meeste mensen denken. Hè? Want er zijn veel mensen die zeggen, ja, leerkrachten, wow, veel vakantie, wat moeten ze doen? Ja, ik zeg, kom eens gewoon een week voor de klas staan van de dag en ze gaan u uitwringen als een dweil. Niet dat het niet doenbaar is, maar de permanente interactie met een klas, van, we weten ook allemaal hoe we misschien in de klas waren. Nee. We waren soms lief en vriendelijk. Ja, we waren lief en vriendelijk voor de leerkrachten, maar niet altijd. Ja. En toch herinnert jij en ik ons allemaal welke leerkrachten echt heel goed waren. Dus die mensen maken echt een verschil in de mensenleven. Dat klopt. En dus we proberen daar die vibe ook met een campagne, om dat te benoemen, daarin te krijgen, daarin te houden. Maar we willen nog wat werk. En ik vrees dat we toch voor 2-3 jaar nog vertrokken zijn, dat we die tekorten niet volledig gaan kunnen invullen. Ik hoop dat we daarna dat wel kunnen. Mag ook sneller, hè, van mij, maar ik heb ook geen toverstokje, moet ik eerlijk zeggen. Hè. En denk je niet dat er zo'n vorm van probleem ontstaat, omdat de wereld eigenlijk heel snel evolueert en dat soms het onderwijs eigenlijk blijft hangen, bijvoorbeeld de digitalisering en de jeugd is eigenlijk met veel andere dingen bezig dan vroeger. En het onderwijs blijft eigenlijk een beetje, ik ga niet zeggen op hetzelfde niveau, maar... Ja, ik denk dat dat klopt. Laten we zeggen, er zijn zeker een aantal vakken en vaardigheden die je los van welke technologie ook onder de knie moet krijgen. Hè. En ik heb het niet alleen over lezen en rekenen, maar gewoon leren is ook iets. Maar inderdaad, ja, er zijn wel elementen waarbij dat les in een klas te statisch kan zijn. Ook een goede leerkracht kan daar wel een stuk op inspelen. Ja. Kijk, dat is een fundamenteler debat. Hè. Moeten we inderdaad en sommige methodescholen, gelijk Steiner en zo, die gaan daar al eigenlijk op in. Hè. Moeten we dat statisch gegeven van hoe scholen nu werken verder blijven voortzetten of moeten we daar veranderingen in doen? Ik denk het waarschijnlijk wel. En ik denk trouwens dat scholen en universiteiten, want onlangs hoorde ik dat op een universiteit, daar meer en meer zich van bewust zijn dat vroeger was het evident dat als je iets wilde leren, dat je naar een school moest gaan. Ja. Nu kun je vrij veel leren, ook al zonder naar een school te gaan. Daarom niet van 0 tot 6 of van 6 tot 12, maar toch. En ik denk dat we ons daarvan bewust moeten zijn, dat we bepaalde zaken wel in groep en klassikaal best nog altijd doen, omdat een groepsdynamiek is ook een democratisch gegeven, maar misschien niet alles. Maar bon, dat is een breed debat. Daar heb ik niet de sluitende antwoorden over, omdat je moet ook rekenen, er zijn veel kinderen die met een grotere vrijheid en minder klassikale lijnen goed om kunnen. En dan zijn er kinderen die moeilijker kunnen, die toch ergens meer structuur nodig hebben. Because, omwille van hun achtergrond, omwille van hun karakter, weet ik veel. En dus, ja, ik hoop dat we daarin verder kunnen evolueren. Daar zijn slimmere mensen dan ik die daar rapporten over geschreven hebben, maar... Uw vraag is wel terecht en ik vraag mij af wat het antwoord binnen 5 of 10 jaar zou zijn. Ja.
Ik weet ook dat u eigenlijk voor de VGC eigenlijk het budget beheert en dergelijke. En dat u investeert in onderwijs, cultuur en welzijn. Wat zijn volgens u dan de grootste buitenschoolse activiteiten dat kinderen toch kunnen stimuleren om meer met taal te werken eigenlijk? Ja. Wel, naast de scholen op zichzelf hebben we de brede school. Hè. Dat is toch in de meerderheid, durf ik niet zeggen, maar toch minstens in de helft van de scholen een realiteit geworden de laatste 10 jaar, dat de school ook met andere organisaties rond de school meer samenwerkt dan vroeger. Dat helpt wel een stuk. Dat kan rond opvang van kinderen zijn, dat kan rond contacten met andere VZW's zijn. Dat is één element, dus daar denk ik dat het weefsel van de school al allee, verbeterd en verbreed is. Twee, we hebben natuurlijk ook een goede organisatie van de speelpleinen. Natuurlijk, dat is alleen maar in de vakanties, maar daar zijn toch vrij veel mogelijkheden om via Nederlandstalige scholen in speelpleinen te zitten. En dan drie, de link met alles wat dat jeugdwerk is. Hè. De klassieke jeugdbewegingen, Scouts, Giro, maar ook alle jeugdwerkingen, allee, zoals hier in Capital of ergens anders. En dus kunnen we daar heel de Brusselse realiteit mee omvatten? Nee, nog niet echt. Maar er zijn toch veel mogelijkheden en er wordt nog altijd meer in geïnvesteerd dan vroeger. Maar bon, de blinde vlekken zijn er wel nog. Wat we ook moeten doen is jongeren nog meer laten zien welke de plekken of de mogelijkheden zijn om dat te doen. En ook rekening houden met het feit dat niet voor elke jongere de goesting hetzelfde is er gaan. En dat is motivatie en drijfveer verschillend per persoon. En dat is ook wel een beetje de slagzin van Capital is het feit van oké, wij bieden wel de locatie aan, maar wij gaan eigenlijk met een duizendtal VZW's uiteindelijk samengewerkt hebben, omdat niet iedere jongere op de hoogte is van oké, wie kan wat voor mij doen? Welke VZW kan ik benaderen? En dat is eigenlijk de hoofdreden waarom dat Capital is ontstaan. En ook de reden dat wij hier uiteindelijk terechtgekomen zijn. Ja, het is dat. En daarom is het ook goed dat organisaties als Capital ontstaan, omdat als ik jong was, was het oké, alleen Giro Scouts en dan KSA, zo de klassieke dingen, en een paar jeugdhuizen. Oké. Okay. Ja. En dan heb ik mee kunnen werken aan Yes, Jeugd en Stad, hè, toen ik zelf 18 jaar was. En dat was voor de eerste keer een jeugddienst die wat andere dingen deed ook. Werkte met jongeren die het moeilijk hadden, of inderdaad digitale opleidingen of beroepsopleidingen. En daar hebben we veel mee aan de boom kunnen schudden. En nu vind ik het goed dat er een organisatie als deze ontstaat die ook zegt, kijk, wij gaan niet ons naast alle anderen zitten, wij gaan vooral een verbindingspunt zijn van die anderen. En als jongeren iets willen weten, dan willen wij en op gang zitten met wat ze allemaal nodig hebben. Hè. En dat gebeurt ook door een nieuwe generatie en dat is belangrijk. Want dat is ook wat jeugdwerk doet. Hè. Je hebt sterk jeugdwerk dat over de generaties heen blijft werken. Maar jeugdwerk moet door elke generatie eruit gevonden worden. En dat is cruciaal, omdat het dan heb je de ownership, hè, dan heb je de engagement dat echt van u is. Niemand heeft jullie gezegd dat jullie deze podcast moesten maken. Je hebt dat zelf willen doen. Hè. Dat is de essentie. Maar het is wel belangrijk dat er een plek is waar dat je je micro's en zo kunt opstellen. En daar hebben we zeker nog vooruitgang te maken. Maar daarom vind ik het belangrijk dat er nu een nieuwe organisatie is, met een andere invalshoek voor de gasten en de ketten van vandaag, zie je dat. Ja. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er meer promotie wordt gedaan voor zulke plaatsen en zulke activiteiten zoals deze bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want ik denk dat mijn jeugd bijvoorbeeld zou mij nu aanspreken over bepaalde Yes of een andere organisatie dat zo'n dingen onderneemt, zou ik dat eigenlijk niet direct weten. Ja, en daar moet ik het zeggen. Enerzijds, hoe kom je die dingen te weten? In principe staat alles online. Maar dat is te gemakkelijk. Niet iedereen vindt zijn weg in de jungle. Dus de vraag is, heb je vrienden? Heb je andere plekken van jeugd? Of zijn het je ouders die daar brengen? En dus die connecties op elkaar afstemmen, dat is de moeilijkheid. Want regelmatig worden er nieuwe websites en apps gelanceerd waarbij dat je alles kunt vinden. En toch zijn er nog altijd mensen die ons vragen, maar ik wist dat niet, hoe komt dat? Dat is soms wel frustrerend. Dat telkens blijven eruit vinden is een van de antwoorden. Hè. Na elke 3 of 5 jaar zeggen van we moeten nu een andere visibiliteit creëren, dat houdt ons of de sector dan ook wel scherp. Hè. Ja, maak je meertaligheid cool. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja, op zich. Dat zijn andere elementen, zeker. Ik denk wel dat de jeugd dat op zich wel inziet van als je Engels kunt bijvoorbeeld, dat dat
een troef is. Dat je, omdat de wereld sowieso een het is een globalisering die momenteel daar aangaat. Ja. Heb jij nog vragen naar Rex? Ik hoorde het dat als het een afsluit was. Nee, voor mij was het sowieso ook bedankt om ons vervoegd te hebben. Veel plezier. Bedankt voor je tijd. De aflevering zelf die gaan we via camera met beeld en ook gewoon audio online gooien, zowel YouTube en Spotify. Ja. De aankondiging gaan we nog eventjes uitstellen totdat we er zeker van zijn dat ze online komt te staan. Ja. Maar absoluut bedankt voor uw tijd en de toelichting ook van de onderwerpen. Want ook hier bijvoorbeeld, we kunnen heel veel dingen online gaan zoeken. Wat is eigenlijk als iemand erover komt vertellen, iemand dat er dagelijks mee bezig is, dat we eigenlijk het meeste kunnen leren. Voilà. Dus dankjewel. Ja, het was tof en we zijn nog niet uitgepraat. Nee, zeker. Nog ruimte genoeg. Ja. Zo, va. Alright. Okay.